We gaan een Hollandaise saus maken. Hollandaise saus is een klassieke saus op basis van boter en eieren. En vandaar dat het ook een botersaus heet. En ik zeg basissaus. De saus wordt ook heel veel, ja, eigenlijk zo geserveerd. Maar je kunt er ook een aantal afleidingen van maken. Onder andere een Maltese saus of een saus ries of een mousselinesaus. We hebben alvast een aantal ingrediënten voor de Hollandaise saus klaargezet. Waaronder de gescheiden eidooiers, de geklaarde boter. En de boter klaren we, die maken we helder omdat we de eiwit en de melkbestanddelen niet in de saus terug willen zien. En dan kunnen we nu beginnen met het maken van de kastriek. Voor de kastriek hebben we het volgende nodig. Een beetje water, een scheutje witte wijnazijn, gekneusde peperkorrels, een shallotje fijn gesneden en een snufje zout. We laten de kastriek nog even rustig koken, zodat alle smaken uit de shallotjes en de peperkorrels in het vocht zitten. De kastriek is mooi ingekookt, dus nu gaan we hem passeren door een fijne zeef. We gaan de eidooiers eerst eventjes losslaan. En dan gaan we de kastriek erbij doen. Rustig, want de kastriek is natuurlijk warm. En dan is de kwestie dat we die eidooiers, die gaan we gaar opkloppen. Dat doen we au bain-marie, dus dat is op een warm waterbad. Nou, dit is het moment dat de geklaarde boter er langzaam bij kan. En dat doen we echt langzaam, want anders gaat de saus in de schift. De saus is klaar, we gaan hem alleen nog even op smaak brengen en dat doen we met een klein beetje cayennepeper en een beetje citroensap. En geen zout en peper meer, want dat hebben we al in de kastriek gebruikt. Dus in principe moet de saus nu echt helemaal goed op smaak zijn. Nou, zo maak je een klassieke Hollandaise saus. En zoals je ziet, ja, het vergt best wel veel tijd en inspanning om zo'n saus goed te maken. En dan komt ook nog eens keer het punt dat je die saus, ja, goed warm moet houden. Hou je hem te warm, dan zal die snel in de schift gaan. Dus nogmaals, het is echt een saus die aandacht vraagt.